Ja, gewoon even lekker een babytoad laten gaan in mijn park. Dat is een goed idee. 10 van de 10. Holy fuck, niet doen. Hallo mensen, mijn naam is DemetLewidje en welkom terug bij de Pokémon Leave Green Christian Let's Play. Vorige keer hadden wij de gym verslagen en ook Gary verslagen en nu zijn we hier. Yay, en we gaan deze grot dingen, dat is leuk. En hier is een mevrouw. Mevrouw, wat wil je van me? Oh mijn god, een Pikachu. Gedood Pikachu, oh shit, en ze heeft me geparalyzed. Dat is niet mooi. Dat is kut. Maak deze Clefairy dood. Kom op. Goed zo, oké. En nou wil je weer evolueren, maar dat is niet goed. We moeten trouwens 20 Pokémon vangen, zodat we de Everstone krijgen. Want dat is een ding wat we vorige aflevering achterkwamen. We kunnen hier een Everstone krijgen, maar daarvoor moeten we 20 Pokémon hebben gevangen. En we hebben op dit moment 14 Pokémon gevangen. Dus dat kan wel lukken. En ik heb het gevoel dat er heel wat Pokémon in deze grot zijn die ik nog niet heb gevangen. Zoals Zubat en Machop. Dus we gaan eventjes hier kijken. Yep, daar is een Zubat. Die gaan we eventjes hypnotiseren. Als dat kan. Als dat kan. Heel goed. Oké. En dan gooien we er een Pokéball op. En bam, daar ben Zubat. Oké dan. En hoe ga ik jou noemen? Oh, dit is een leuke. Ik weet niet of ik dit eens een keertje heb gezegd in een video. Maar er zijn... Oh. Ik heb hem Zet genoemd. Kut. Ik wilde hem Zubatman noemen. Want er is een kanaal... Wat grappige filmpjes maakt met 16-bit dingen. En daarbij hadden ze een aflevering. Waarbij ze Batman in de Pokémon-wereld hadden gestopt. En die Batman heette dus Zubatman. En ik wilde hem zo noemen. Alleen dat kan niet. Kut, wacht wat. Oh, hij blijft wakker. Oké, dat is minder. Hoe gaan we dit doen? Nou, dan moeten we maar gewoon een Pokéball opgooien. Want anders kunnen we... Oké, ja, dat is niet goed. Wil je er gewoon... Oké, we gaan jou eventjes zo meteen wel bekijken, jou, mijn key. Komt helemaal goed. Hi, Zoo. Of Zet. Zoals ik je heb genoemd. Hey, en Geodude. Toch wel leuk dat we hier nog wel echt proberen om zoveel mogelijk Pokémon te vangen. Oh, shit. Geodude, ga er nou eens in. Zo. Geodude! Fucking Geodude, alsof hij het gewoon expres doet, joh. Oké, ik zie nou ook al dat super potions niet meer werken. Niet meer zo goed werken, want ze healen ons niet in één keer. Dat is een beetje kut. En Geodude is gevangen. Oké, dan even kijken hoor. Geodude, wat voor naam gaan we jou geven? Yeah. Wat dacht je van? Ja, wacht, dit is misschien wel leuker. Mevrouw. Stone, want het is een meisjes Geodude en het is een steen, dus mevrouw Stone. Past dat? Ik hoop dat het past. Yes, het past! Het is alsof het zo moest zijn, mevrouw Stone. Oké dan. Want Murs is mis in het Engels, dus ja. Nee, ik hoef jou niet. Er zit hier ergens een Onyx, dat weet ik heel erg zeker, alleen ik weet niet... Hey, een bitchy. Kom eens hier, Machoppie. Machop, mijn bitchy. En ik heb hem gewoon gevangen, jongens. Oké dan. Ik heb... Trouwens, hier zo. Ik kan hem jullie niet laten zien. Maar ik heb hier ergens een Machop poppetje liggen. En nou moet ik eventjes... Ik weet niet waarom ik dat zei. Ik heb hem gewoon hier ergens. Maar goed. Wat voor naam gaan we Machop geven? Weet je wat? Ik noem jou gewoon Sonic. En weet je wat? Omdat je blauw bent. In de latere games is hij grijs. Maar in deze game is hij nog blauw. Dus gewoon Sonic. Sonic de Manhawk. Want ja, ik weet ook niet. Zo is hij gewoon. Even kijken en zo. Sonic is getransfereerd. En hoeveel Pokémon hebben we dan nu al gevangen? Oeh, we zitten heel dichtbij. We hoeven nog maar 3 te vangen. Eventjes hier door. En we kunnen ook net zo goed eventjes teruggaan naar Cerulean City. Ja, dat is de naam van het stadje. Om wat Pokéballen te halen. Want we hebben geen Pokéballen meer. Nou ja, we hebben een paar... Oh, wacht eens even. Dat kan daar niet. Want in deze game is dat volgens mij nog niet. Dat je... Met een bepaald aantal badges bepaalde Pokéballs krijgt. Dus we kunnen net zo goed gewoon onze weg maken door deze grot heen. En dan zodra we door deze grot heen zijn, kunnen wij, Great Balls halen waarschijnlijk. Oké dan, waarschijnlijk moesten wij hier ergens heen. Ik weet het ook niet echt helemaal precies zo goed. En een trainer, natuurlijk is er een trainer. En Cubone, hou gewoon je back, Cubone. Ga gewoon naar je dode moeder.
wel een leuk ding. Alola Marowak is nu ook echt een ding. En dat vind ik geweldig. Een Fire Ghost type. Oh, wacht. Moment. Er wordt voor me geroepen. Moment. Ik ben er weer, hoor. Dat was even mijn vader die zei dat hij naar zijn werk ging. Oké, dan. Als jullie... Hij zei wel mijn naam. Dus als dat in de opname zit, dan moet ik dat eruit knippen. Dus dan wordt het een heel gek knippie. En dat spijt me. Maar goed, ja, Alola Marowak. Ik vind het jammer dat hij... Nou ja, ik vind het niet jammer dat hij Ghost Fire type is. Want dat is wel een leuk type. Alleen hij is nu waarschijnlijk wel de grote vervanger voor Chandelure. Moeten we hier niet naartoe? Ik zou zweren dat we deze kant op moeten. Aha, ik wist het. Jij probeert mij gewoon in de maling te nemen, hè? Game. Nou, ik heb je wel door. Oké, dan. Ja, want weet je, Chandelure is wel een heel leuke Pokémon. Ik heb hem altijd, als ik een vuurtype zoek in Pokémon Black and White, dan neem ik een Chandelure. Want Chandelure is wel gewoon awesome. Weet je wel. En het is een spooktype en een vuurtype. Dat is gewoon een heel goed type Pokémon. En nou, Alola Marowak is dat waarschijnlijk het antwoord. Hey, een Bulbasaur. Dan is dat waarschijnlijk het antwoord voor de meeste mensen. Want Chandelure is voor de meeste mensen niet zo'n heel populaire Pokémon. Ik vind zijn design fucking vet. Maar ja, het is een black and white Pokémon. Dus ja, dat is een soort black and white Pokémon racisme. Want iedereen haat generatie 5 blijkbaar. Dat is blijkbaar een ding. Ik vind generatie 5 een geweldige generatie. Ik vind dat de designs van die generatie best wel goed waren. Ze waren oké. Het waren niet de allerbeste. Maar het waren zeker geen slechte Pokémon. Het is mijn derde favoriete generatie zelfs. Ja, fuck generatie 1. nee, maar generatie 1 en 2, dus het zijn leuke generaties, maar ik vind ze een beetje saai, weet je wel, vergeleken met andere generaties. En dat is een heel onpopulaire mening, maar generatie 1 en... Oh, wacht, je kan hier niet runnen. Oh, laat maar. Oké, dan. En daar is de Onyx, dus dan gaan we eventjes naar Gunsound. Dan doe even Superfang. Dan gaan we naar Hyperfang en dan Hyperfang met hem twee keer en dan is het dood. Yay, ik hou van overpowered zijn. Het is zo geweldig. Hey, kijk, water. Slurp, slurp, slurp. Ik wil dat water hebben. Oké, dan. Ja, wat zijn... Oh, daar is de Onyx. De Onyx. Kom jij eens even hier, Onyx. Ik wil jou hebben, Onyx. Oké, dan gaan we jou één keer headputten. En dan gaan we jou even zo doen. En dan pakken wij onze guns aan. Oh, shit. Dat kan niet. Oké, even kijken. Dan pakken we je zo. Ah, kut zijn. Kom op, doe het. Yes, we hebben Onyx. Oké, voor de mensen die de eerste afleveringen hebben gezien, zullen ze vast nu wel weten dat ik een kleine fout heb gemaakt. Volgens de regels van de Pokémon Christian Let's Play mag ik geen slang Pokémon vangen zoals Arbok en Ekans. En ik heb zelf gezegd, elke Pokémon die op een slang lijkt, zoals een Dratini of een Gyarados en een Onyx, dat zijn dus eigenlijk ook wel slangen. Dus die mag ik dan ook niet vangen. Nu heb ik deze Onyx gevangen en ik wilde hem aan mijn team toevoegen, maar dat gaat dus niet gebeuren. Dit realiseerde ik me pas na het opnemen van de aflevering hierna. Ik had deze eventjes naar elkaar opgenomen. En ja, die Onyx wordt dus in de volgende aflevering in de devbox gestuurd. Dus sorry voor het ongemak. Geniet nu maar weer van de aflevering. Deze kan misschien nog wel op ons team, want het is best wel een tanky Pokémon. Even kijken hoor. Give a nickname to Onyx. Ja, ik denk aan Obama. Want Brock, er is een meme over Brock dat het Brock Obama is, weet je wel. Want zijn naam lijkt een beetje op Barack van Barack Obama. Oh, maar wacht, dit is een vrouwtje. Ik ga hem niet O noemen of zoiets hoor. Ik ga niet diezelfde fout maken. Het is zo jammer dat we Pokémon niet mogen evolueren in deze, volgens de regels van deze... Wacht, dat is niet hoe je Obama... O... B... A... Ma... Ni... Ta... Ja, dat is goed. Obama Nita. Oh god, die komt misschien nog wel op ons team, want Onyx is best wel fucking sterk. Nou ja, hij is heel erg tanky. Alleen, we hebben Sandshrew al, maar... Ach ja, ik weet ook niet, joh. We gaan even wisselen van Pokémon, trouwens. Wie zal ik even voorop zetten? Wie wil wat XP hebben? Ik denk dat Alola IJs wel XP wil hebben. Maar goed, ik weet al helemaal niet meer waar ik over praat. Het spijt me als ik bezig was met de verhaal en dat niet heb afgemaakt. Want zo ben ik. Ach ja. Deze serie is wel... Oh shit, een trainer.
Holy fuck, het is een trein. Holy shit, mijn geizen. Oh shit, oké. Wij moeten waarschijnlijk even naar Gunsound toe. En dan pakken we hem zo. En dan pakken we Hype Fang. En nog een keer Hype Fang. En dan maken we hem gewoon dood. Want onze Gunsound is gewoon de Onyx killer. Hij heeft elke Onyx tot nu toe gekillt die we tegenkwamen. En dat is best wel cool. Niet dat we heel veel Onyxen tegen zijn gekomen. Maar holy fucking shit, Magijzen. Niet doen, jij motherfucker. Dat moet je niet doen. Hij ging bijna dood. Dat is niet mooi. Want ik wil mijn fucking Gunsound niet kwijt raken. Want Gunsound is gewoon de MVP van het team op dit moment. Sorry, Lizard. Lizard, het spijt me. Ik wilde het niet zeggen, maar Gunsound is wel onze MVP. En dat voor een kleine ratata. Stel je voor hoe sterk die was op dit moment als die een Eradicate was. Ik neem alles terug wat ik eerder in de vorige aflevering over Eradicate zei. Dat die in generatie 1 kut was. Maar hij is gewoon in generatie 1 kut. Dus eigenlijk neem ik niet terug wat ik zei. Ach ja, ik ben een best wel moeilijk persoon. Even kijken hoor. We moeten sowieso deze kant op. Wacht, we kwamen vanaf die kant naar hier toe. Dus we moeten waarschijnlijk... Aha! Wacht, is dit niet waar we al kwamen? Ik hoop het niet. Waarschijnlijk moeten we hierheen, tenzij ik me helemaal vergis en zo. Dat water komt me bekend voor en ik vind het niet leuk. Oké, ik ben verdwaald. Ik wilde het niet zeggen. Maar... Oh nee, wacht, we gaan de goede kant op. Want waar trainergevechten zijn, daar ben ik, weet je wel. Daar ben ik nog niet geweest. Dus dat is mooi. Dus ja, we maken gewoon alles kapot. En we moeten even oppassen dat deze bitch nu niet gaat evolueren. Ja, ik heb nog niet mijn verhaal over ethiek gedaan. Maar dan weet je wat het ding is. Ik heb ook nog niet echt wat voorbereid voor deze aflevering. Dus sorry daarvoor. Nou weet je, er is wel een ding. Er is dit hele ding van Dicks Out for Haramba of zoiets. Dat is een van de dingen. Er was een gorilla in een zoo. Die heette Haramba. En er was een vrouw die voor ongeluk haar kleine baby in het hok van die aap, van die gorilla had gestopt. Geen idee hoe de fuck die daar komt. Ik bedoel, dat is wel heel erg dom om je kind daar te zetten. Hoe de fuck het gebeurt. Oh shit, dit kan misschien een beetje eng worden. Hoe ze het voor elkaar krijgt om dat kind in dat hok te krijgen, dat is, weet ik ook niet. Het is al op een bepaalde manier gelukt. En dus wat het ding was, mensen waren heel erg bang dat die Haramba, die gorilla, dat kind dood zou maken. En toen wilden ze liever die gorilla doodschieten dan dat ze dat kind dood lieten gaan. Want dat is niet goed voor de publiciteit. Om zo te zeggen van, hey mensen, bij ons is een baby dood gegaan. Leuk toch? En nee, dat is niet bepaald leuk eigenlijk. Dat is geen goed zakenplan om dat te gaan doen, weet je wel. Ja, gewoon even lekker een baby dood laten gaan in mijn park. Dat is een goed idee. 10 van de 10. Holy fuck, niet doen. Waarom de fuck gaat Gunsout zo vaak bijna dood? Ik vind het niet leuk. Oh mijn god. Een Hyper Fang is allemaal goed, joh. We zijn er nog niet uit. Fuck, oké. Ik neem aan dat we er bijna uit zijn. Ik bedoel... Ja, oké, hier is weer een trainer. We gaan de goede kant op. Oh, kut. Mijn beest heeft helemaal geen... Oh, shit. Oké, dat kan ook. Mijn Pokémon hebben bijna geen HPP meer. Ze vechten alleen maar te veel. Flamethrower, bitch. En jij bent dood. Oh, een Rattata. Ik ben gewoon veel sterk voor je Rattata. En een Magic. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oké. Dat gaan we even niet doen, vriend. Nee. Ik wil mijn Flamethrower doen. Oké, dan. Ik dacht even, Mega Kick is geweldig. Het was niet geweldig. Maar goed, ja. Wat is mijn mening over dat hele ding van dat ze Haramba dood hadden geschoten? Ik geef de zoo geen ongelijk. Weet je, het ding is van dat hele Dicks Out voor Haramba. Mensen vonden het niet goed dat Haramba zo snel werd doodgeschoten. Omdat hij nog in principe niks had gedaan. Alleen, weet je, ik kan... Oh, kijk, een item. Ik zag een item. Ik kan die mensen van de zoo wel begrijpen waarom ze hem zomaar dood hebben gemaakt. Zo van, ja, je wil liever geen dood kind hebben. Dat is geen goed plan. Dus ik denk dat wel de juiste keuze is gemaakt. Want gorilla's die kunnen best wel wild zijn. Ze zijn best wel slim, maar ze kunnen ook best wel wild zijn. Oh, kut. Ik deed hem bijna al versnellen, waardoor die bijna evolueerde. En dat moeten we niet hebben in deze let's play, want dan is Charmander dood. Dat is een ding wat misschien niet goed duidelijk is uitgelegd in deze serie. Maar als de Pokémon evolueren, dat is tegen de regels. Dus dan zijn ze als dood, dan zijn ze dood. Ja, dan moet ik ze ook in de deathbox zetten. Dus als ik ze per ongeluk laat evolueren, dan zijn ze dood. Maar goed, het enige wat ik niet kan snappen is waarom de fuck Dicks Out voor Haramba. Wat heeft dat voor zin? Volgens mij zijn we bij het einde, maar ik kan me vergissen. Ja, volgens mij vergis ik me.
Even kijken. Oh nee, ik vergis me niet, of wel? Hey, ik heb iets gedaan in mijn leven. Geweldig. Oké, dan gaan we even... Oeh, hidden item. Hier zo zit een hidden item. Dat is geweldig. Nana Berry. Ik heb geen idee waar de fuck ik het voor ga gebruiken. Maar we zijn nu in Lavender Town. Oeh, zo spooky. Ja, het hele concept van Lavender Town is best wel fucked up. Ja. Het is een van die fucked up dingen. Bijvoorbeeld, dit kind zegt zo van... Hey, geloof je in geesten? En dan zeg je nee. En dan zegt ze... Haha, I guess not. That white hand on your shoulders. I'm just imagining it. Ja, en dan is het zo van... Er zit een witte hand op mijn schouder. Wat best wel fucking creepy is. Waarom de fuck zit er een witte hand op mijn schouder? Oh, we kunnen hier grow life houden. Halula. Halulalala. Halulalala. Dat is een South Park dingetje volgens mij. Ja, we gaan hier eventjes dingetjes halen. Great ball van mij, want ik ben zo blij met mijn great ball. Oh yeah, ik moet songs gaan schrijven. Heb ik mijn Pokémon al geheeld? Ja, dat heb ik al gedaan. Oké, dan. Even kijken, we gaan dus even op Pokémon jacht. Dat is jacht voor Pokémon. Oké. Ah shit, je kan hier nooit weg zonder die trainers helemaal te dodgen. Dat is best wel kut. Even kijken, Clefairy, jij moet gewoon eventjes een heel pakje doodgaan. En dan gaan we hier even Pokémon vangen. Yeah, op avontuur. Nee, jou wil ik niet. Jou wil ik wel. Oh, en ik heb hem vermoord. Shit. Jou wil ik. Hallo, beautiful. Ik ben echt zo dol op die Alola Vulpix. Ik vind Alola Vulpix zo fucking geweldig. En jou wil ik. Oh, ik heb een leuke naam voor jou. Sommigen zullen dit misschien wel... Als er echt PokéTuber fans hier zijn, dan zullen jullie wel weten waar dit van is. Ik noem jou Orange. Zal ik uitleggen waarom? Nee, ik laat jullie nog eventjes denken waarom de fuck deze Pokémon Orange is. En als jullie weten waarom, dan krijgen jullie een prijs. 5000 ingebeelde euro. Dan mag je zeg maar de euro inbeelden. En dan heb je hier nog een Meowfje. Ik noem jou... Ik noem mijn Meowth altijd hetzelfde. Kous. Zo, en weet je waarom deze ga ik wel even... Is dat een Z of een S? Nee, dit is een Z, dit is een S. Kletskous. En weet je waarom hij Kletskous heet? Omdat in de Pokémon anime je een Meowth hebt van Team Rocket. En ja, die Pokémon, hè. Ik zou zweren dat hier Growlithe zit, hoor. Of is... Wacht eens even, is dat het verschil tussen Leaf Green? Oh ja, ik denk dat dat een verschil is. Ik denk dat je in Leaf Green hier Vulpix tegenkomt. En in Fire Red weer, ja, Growlithe. Dus dat is een beetje kut. Ach ja. Wacht eens eventjes. Hoeveel Pokémon hebben we nu? We hebben 20! Yes! Oké, zodra we Fly hebben, kunnen we terug naar die ene gast. En dan kunnen wij onze Everstone halen. Maar ja, ik heb nu Meowth Kletskous genoemd, omdat de Meowth van Team Rocket een beetje, ja, toch wel een soort van, hoe zal ik het zeggen, praat. Weet je wel? Is er hier nog wat te doen? Nee, ik denk dat we gewoon naar het volgende stadje gaan om het ding van de story te kunnen doen. Ik dacht heel even van, waar de fuck is de muziek heen? Dat was echt fucking creepy, gewoon zo. We kwamen uit Lavender Town en dan is de muziek opeens weg. Hoe creepy is dat? Man, hey, een Muk. Muk is geweldig. Ik hou van Muk. Muk is gewoon een fucking defensieve Pokémon. Geweldig voor Pokémon gevechten. En ik raad iedereen aan om een Muk bij te hebben. Gewoon bij elk soort Pokémon spel. Een Muk is altijd goed, weet je wel. Niet alleen voor competitive battling, wat ik niet zo heel veel doe. Ik ga even de trainingsjes skippen en dan vecht ik later wel met ze. Oh shit, het is een professor meneer. Hallo professor meneer. Ga eens even heel gedood. Psychic op je bakkes! Psychic op je bakken. Oh, het werkt niet. Het werkt niet. Het spijt me. Volgens mij word ik geroepen of zo. Nou, ik kan me niet herinneren of het de vorige aflevering was waarbij ik een knipje moest maken. Of deze aflevering. Maar ja, ik moet nu echt eventjes kijken of mijn naam niet wordt gezegd in de opnames. Want dat zou best wel kut zijn. Hallo. Oké. Doei. Ja. Eventjes hier langs. Zo. Oh, kut. Dat is niet de bedoeling. En wat wil jij, meneer? Oké, dan is helemaal goed. We gaan nu meteen eventjes hier een Eevee halen. Oeh, hidden item. Kom eens even hier. Je kan hier namelijk een Eevee halen. En Eevee, die is best wel nice. Ik heb trouwens ook het gevoel dat we deze volgende gym ook helemaal kunnen rekken. Want ja, deze gym is gras-Pokémon. En wij hebben een fucking sterke vuur-Pokémon. Ik bedoel, flamethrower op alles en alles is dood. Kijk, oh, wacht eens even. Dat
daar wacht, nee wacht, dat is wel in deze game, wacht, laat maar. Het ding is, in Pokémon Yellow, en ik weet niet of dat in Red and Blue is, moet je naar de bovenkant van dit gebouw gaan. Oké, we gaan deze Eevee een naam geven. Ik noem jou... Ik heb geen idee hoe ik jou moet noemen. Ja, hoe moet ik jou noemen? Even kijken, je bent een vos, toch? Hoe zou ik een vos noemen? Even kijken. Misschien moet ik hem gewoon vos noemen. Oké, dat is niet... Dat wil hij dus niet, hij wil geen vos heten. Wat dacht ik van happy? Want Eevee is altijd happy, zo hier zo. Happy. Dat is eigenlijk meer een naam voor een happy. En mijn hond wil naar binnen. Geweldig, hier ga ik geen knipje voor doen hoor. Jullie horen gewoon op camera hoe ik de deur open doe voor mijn hond. Hallo hond, hoe is het? Je bent al een tijd niet meer in de video's geweest. Hallo, ja, doe even normaal. Ja, hond, doe rustig, rustig. Oké, is helemaal goed, is goed. Zo, mijn hond die wilde eventjes naar binnen komen. En nou is die binnen. Oh, en ik heb nog eens een berichtje. Hier is mijn muis. Oké, ja. Goed, dan gaan we nu weer weg. Doei! Ja, hond, doe even rustig. Oké, mijn hond is weer terug. Gefeliciteerd, hond, dat je weer terug bent. We houden allemaal van je, hoop ik. Dus ja, wat een chaotische episode. Chaos! Dat is mijn dingetje, dat zeg ik altijd als er chaos is. Dat is een dingetje van heel lange tijd geleden. Ik weet niet of dat nog steeds relevant is. Mijn hond ligt op dit moment met mijn elleboog. Waarom doe je dat, hond? Dat is een beetje irritant. Ach ja, even kijken. We moeten naar dit gebouw heen. En dan kunnen wij hier thee halen als het goed is. Thee, alsjeblieft. Dankjewel. Doei. Oké, dan. Mijn hond is lekker gaan liggen. Update over de hond. Hij is gaan liggen. Oh, kut. Een Pokémon. Ja, ga maar lekker weer irritant doen met sukker, hè. Ik mis sukker. Thee, alsjeblieft. Zo, hier zo. En dan kunnen wij nu hier verder gaan. Want dan hebben we dit deel van de hele game opengemaakt. Vroeger, hè, wist ik nooit in Pokémon Yellow heb ik hier heel lang vastgezeten. Want ik wist niet wat ik moest doen. Weet je wel, ik dacht dat je iets van thee moest doen. En hier kunnen we trouwens Psychic halen. Ik dacht dat je die thee moest doen zoals ik het net deed. Maar in Pokémon Yellow is het zo dat je iets van een drankje moet halen. Op de bovenkant van het hele gebouw. Je moet dan, ja, dingetjes halen. Oké, dan. We kunnen hier volgens mij Ultra Ballen halen, denk ik. Voor zoiets kan ik me herinneren dat dat een ding was wat we hier konden doen. Ja, hier is de shop. Ik zag hem al. Allemaal Rocket Grunts hier zo. Fuck jou, Rocket Grunts. Oh, kut. En dan gaan we hierheen. Nee, het zijn nog steeds Great Balls, maar we kunnen wel Hyper Potions halen, wat wel heel goed is. En dan pakken we nog iets van 10 Great Balls erbij, joh. Oké, dan. Nou hebben we dus een heel snelle shortcut naar al deze plekken. Want weet je, Kanto is redelijk klein. Je kan makkelijk langs alle gebouwen heen, weet je wel. Je kan makkelijk elk stadje door, weet je wel. Is helemaal fijn. Nou moet ik niet vergeten om dat allemaal er zo meteen uit te knieën. En mijn hond ligt weer. Hond, wat doe je? Je ligt op een spullen. Oké, dan. Geweldig. Even kijken, wat gaan we nu nog doen? We kunnen in principe naar... Hou eens op! Hij zit echt helemaal raar te doen hier zo. Mijn hond is zo raar. Even kijken. We kunnen als het goed is in dit water hier Grimer vangen of zoiets. Dacht ik dat dat een ding was. Wat moeten we hier doen? Moeten we al hier zo... Zouden we al naar Erica kunnen? Ik denk dat ik wel een gokje kan gaan wagen dat we al naar Erica kunnen gaan. En dan is hier Pervy McPervert. Hallo. This gym is great. It's full of women. Zo, dan gaan wij hier staan en dan ga ik jullie nu bedanken voor het kijken van deze aflevering. Dus, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.